Jong PSV leed op vrijdagavond een flinke nederlaag in Doetinchem. Het verloor met 5-0 van de Graafschap. En op maandagavond was daar alweer de volgende wedstrijd. Kans op revanche dus in het thuisduel met MVV. Die ploeg krijgt de eerste kans van de wedstrijd. De actie is van Peters. Hij schiet, maar de redding is van Danny Wintjens. Wintjens op doel. Voor hem de heren Alberto en De Wijs. En daar weer voor het middenveld, het sterke middenveld. Met Stijn Schaars, Oscar Hiljemark en Marcel Rietsmaier. Maar de kansen zijn in de openingsfase voor MVV. Sterker nog, die ploeg komt op voorsprong via Davy Brouwers. En die staat daar wel helemaal vrij. Het is Sven Braken die in eerste instantie de bal mist. Daardoor is Wintjens verrast. Tamata is verrast. En Brouwers met de 1-0 voor MVV. Jong PSV 14e op de ranglijst. MVV staat 16e. En dus zou je mogen verwachten dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. En in de openingsfase is dat ook zeker het geval. Dit is Boljevic. Behoudt het overzicht. Vloed. Hiljemark. Die krijgt de ruimte. Oscar Hiljemark schiet ook. En verdient hier een hoekschop. Rietsmaier met de trap. En daar is Hiljemark opnieuw. Ditmaal met de kopbal. En het is Habir Mustafa die de bal voor de doellijn wegwerkt. En zo een doelpunt van Oscar Hiljemark voorkomt. Schaars. Boljevic vertrekt alweer. Alexander Boljevic is Mustafa kwijt. Nou, wellicht mogelijkheden voor Jong PSV. Boljevic met links. De voorzet is goed. Vloed. En dan zit het ook niet mee. Rai Vloed. Via Ospitalieri de bal over het doel van Jo Koppens. En dus is de ruststand in het Jan Lauwers Stadion 1-0 in het voordeel van MVV. Schaars met de lange bal op Vloed. Marquette pikt op. En dit is een overtreding, vindt scheidsrechter Gerrits. En dus de bal op een meter of 20 van doelman Koppens. En bij PSV hebben ze wat specialisten. Eén daarvan is Marcel Rietsmaier. Die doet het dan ook. De redding van Koppens. En daar staat Stijn Schaars. En hij zorgt voor de dik verdiende gelijkmaker. En wat leuk voor Stijn Schaars dat hij je maakt. Moet van ver komen. Maakt de laatste weken veel minuten bij Jong PSV. En hier bekroont hij dat alles met de 1-1. Vloed op Boljevic, die bal prachtig meeneemt. Alexander Boljevic doet het dan helemaal zelf. En dit schot gaat voorlangs. Maar hij is bedrijvig, Boljevic. Laat Mustafa geregeld zijn hielen zien. Hier had hij wat rustiger moeten zijn. Maar hij schuift die bal langs. MVV. Sterke actie. Smeets probeert het heel mooi. Opnieuw MVV. Maar Schaars pikt die bal weer op. En heeft ook een uitstekende paas in huis op Boljevic. Alexander Boljevic. Vloed is mee. Boljevic gaat zelf. Koppens met de redding. En zo wint PSV weer niet. Het speelt met 1-1 gelijk tegen MVV. En dit zijn alle andere uitslagen van maandagavond. NEC het wint weer met maar liefst 7-0 van FC Den Bosch. En doordat concurrenten FC Eindhoven en Roda JC punten laten liggen, kan die ploeg NEC dus volgende week al kampioen worden van de Jupiler League. Dit is de stand. NEC 80 punten uit 30 wedstrijden. FC Eindhoven staat tweede, Roda derde. Jong PSV vinden we terug op plek 15 met 30 punten uit 30 wedstrijden. Dit de topscorers. Boljevic had kansen om te scoren, deed dat niet, blijft staan op 4 treffers. Evenals Rai Vloed. Samen zijn zij de topscorers van Jong PSV.